We gaan het seizoen afmaken met de huidige staf, stelt algemeen directeur Erik Velderman in gesprek met de Telegraaf. Ondanks de steun van de directie zou dit bij de spelers niet het geval zijn. De krant schrijft dat driekwart van de selectie is afgeknapt op Verbeek. Zij zijn geen toekomst meer in de samenwerking met de 55-jarige trainer, het klopt dat er spelers bij mij zijn geweest. Ik ontken niet dat er is gesproken over hoe zaken de laatste tijd zijn gegaan, maar dat richtte zich niet alleen op de trainer. Een van de dingen ter sprake is gekomen is dat de spelers zich zorgen maken over de toekomst van de club. Ik heb hen verteld dat dat niet nodig is en dat ze zich op het voetbal kunnen concentreren. Verbeek volgde eind oktober de ontslagen Erik ten Hag op, maar het zorgde niet voor de gewenste resultaten. Als ik zou denken dat een trainerswissel tot resultaat zou leiden, dan zouden we het in een New York Minute doen, maar wij denken niet dat het de sleutel is. De positie van de trainer is voor ons geen issue, we hebben er vertrouwen in dat de staf en de spelers er alles aan zullen doen om dit seizoen tot een goed einde te brengen.